Karin die heeft er haartjes geknipt. Zo spannend. Ja, dit is lekker. Hallo lieve vrienden, een hele, hele fijne, liefdevolle middag deze middag. En het is vandaag zondag 24 januari. En ja, het is alweer 14:39, maar dat kan me allemaal lekker niet boeien, nee. En het is allemaal ook 2021. Ik ga zo weer even lekker even met mijn hondjes nog weer lopen. En ik heb twee tassen te goed te koop besteld. Eentje is voor mij, eentje heb ik voor Marianne Boon besteld. Maar ja, die mag het zelf niet doen. Reden gaat jullie lekker niks aan, dus ik heb het voor haar gedaan. Deze krijgt ze van mijn cadeau. Ze weet niet wat het is. Nee, ik weet ook niet wat het is. Ja, de inhoud. Ik weet niet weten. Maar in ieder geval... Die kan ik vanaf 5 uur weer ophalen, dat komt goed. En ja, Marianne weet er al wel van, maar ze is niet thuis. Nee, Rijka, hou op. Nee, is niet lief. Kom eens hier. Je oortje staat scheef. Hé, hey. Maar de meid. Ja. Zo, kom eens even bij. Kom maar eens even bij. 1, 2, hebben Rijka weer eens in beeld. Hé, joh. Potverdikkie, hè? Karin die heeft de haartjes geknipt. De oogjes zijn weer vrij. Hé? Ja, nou. Hoe is je toch? Hé, kleine drukte maakster. Hup, weg. Oeh, ze glijden eruit ook. Nou. Tjongenonder. Ja, dat heb je ervan. Maar in ieder geval, die weten dus niet. Ze heeft het wel geüpload nou, want ik heb haar dat naar haar toegestuurd. Ze heeft het geüpload, maar ze weet niet wat het is. Nee, ook kind, jij hebt dat nog nooit gedaan, dus dan weet je ook niet wat dat is. Maar dat leg ik er wel uit. Maar zij mag niet zelf dat gaan betalen. Dames! Zo hoeft het ook weer niet. Ja, glijd er ook niet uit. Maar in ieder geval, ja, het komt allemaal wel goed. Ik zal nog een keer even met die dames naar buiten toe, de frisse lucht in. Misschien dat ik daar ook van opknap, want ik ben, ik heb weer 7 uur weer zien worden. Ik heb naar Mario liggen luisteren, want Mario had even wat het een en het ander voor mij voorgelezen uit een boek. Ze was met een boek bezig over liefde. En dan ga ik naar weg luisteren, want ja, ik sliep eerst bijna en dan schrik je ergens van wakker van jezelf of weet ik veel wat niet. Je bent weer wakker en dan kan je niet slapen. Ik ben wel op bed blijven liggen, ik heb geen spelletje gedaan, ik heb wel mijn telefoon gepakt. Ik had het ingebroken bij WhatsApp. Ik denk, nou, ga ik naar jou liggen luisteren, ik heb dat ook weer gedaan. Ja, nou toen ben ik wel geslapen na die tijd, dus. Maar oké, lieve vrienden, geniet van deze dag. Het is hier mooi weer. Wel bewolkt, maar ook mooi weer. Het zonnetje schijnt, dus wat willen we nog meer? Ik ga lekker lopen. Ja, heerlijk. Ik zeg het tot straks. Ja, want ik laat jullie meegenieten natuurlijk. Wat er in die te kooptas zit. Dus het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot later. Nou, ik heb net de stofzuiger even door de kamer geslingerd als het ware. Dus eventjes weer alles weer, al het haar van de dieren weer weg, et cetera. Nou ja, morgen komt ook Astrid weer. Als alles goed is, als ze niet ziek is. Maar dan moeten ze toch weer zien dat ik een vervangster krijg hier. Maar in ieder geval, de vloer is weer gezogen. Over een paar minuten, dan moet ik weer weg. Want dan kan ik goed de code er van ophalen. Dus we zullen het beleven. Ja, en ik sta natuurlijk in contact met Marianne ook, maar die heeft nou mijn app nog niet gelezen. Ik denk dat die daar binnen zit, want ze is dus niet thuis. Maar ja, dat hoor ik straks wel weer hoe en wat.
En ja, ik was even het nieuws eventjes aan het lezen. Ook in Amsterdam hebben ze weer het een en het andere geflikt. Mensen, politie en ME grijpen hard in bij corona-protesten Amsterdam en Eindhoven. Ik vind het niet zo gek hoor dat wij in opstand komen. Nee, als je weet wat ze, waar ze mee bezig zijn, wat ze allemaal willen en dat het in 2030 hopelijk voor hun dan klaar is, worden wij niet vrolijk van, nee. Maar in ieder geval, als dat allemaal waar mag zijn, wat ik dus al te horen heb gekregen en heb kunnen weten te lezen, ja, dan word je niet vrolijk. En dan moeten wij vrolijk van worden. Nou nee, ik niet. Bemoei je er niet tegen. Ik vlieg tegen een boom naar heen natuurlijk, joh. Ja, ik krijg mijn hoedje. Ja, zowel op het Museumplein in Amsterdam als in het centrum van Eindhoven hebben de politie en mobiele eenheid vanmiddag hard ingegrepen bij protesten tegen het coronabeleid. Met waterkanonnen, paarden en zelfs traangas heeft de politie de demonstraties beëindigd. En dat vind ik laag bij de grond. Want we mogen demonstreren. Ja, ik doe het weliswaar nooit, ja, uit mijn huisje vandaan, maar ik ga er niet naartoe, want ik weet wat er voor ellende komt. Ook met een normale demonstratie weet ik veel over een winkelsluiting. Ik noem even iets geks, dat zal ook nooit gebeuren. Maar hè, als je gaat demonstreren ergens voor, je wordt opgepakt, je komt in de zaal of weet ik veel. En als het helemaal groot is, gebeurt dit. Je mag niet demonstreren. Wat? Dat zijn onze grondrechten. Wij mogen wel demonstreren. Maar nu, vanwege de corona, mag je wel overal tegen demonstreren, maar zodra het voor de coronabeleid is, mag het weer niet. Hallo, waar zijn we mee bezig? Ik zeg, gewoon doen. Degene die gezond van lijf en leden is, die geen dieren hebben, die geen kinderen hebben, doen. Ja, kom op voor ons volk. Ja, ik doe dat mijn huisje vandaag via mijn vlog. Desnoods. Maar ik sta achter jullie. Ik sta ook achter Pascal die midden op het Malieveld ligt. Ja, met geheel met hem eens. Ga naar hem toe. Leer hem kennen. Blijf op afstand. Luister zijn verhaal. Als je daarachter staat, dan weet je tenminste waar hij voor zit. Ja, ga maar naar hem toe. Leer hem kennen. Ja. Degenen die er naartoe kunnen, die kennen er naartoe. En vooral al die mensen die daar in Den Haag wonen. Nou, hoe dichtbij wil je het hebben? Ja, pak je fiets, pak je brommen, pak je auto en kom zorg dat je om 9 uur weer thuis bent. Ja. Nou ja, lekker dan, dames. Hebben we een hoop plezier? Ik zal dit zo vast even naar Steunpunt Nederland toe sturen. Ja. En dan kunnen ze het daar ook lezen. Denk, zegt hij. Mooi. Dat is dan doorgestuurd. Dan moet ik zo meteen twee camera's aan. Ja, want ik had al mijn computer aan. Die gaat aan. Want ik moet de dames alleen laten. Ik zal ze hier eventjes. Nou, even naar buiten nog. Ken nog. Kom maar, even naar buiten. Het mag nog. Waarom blijf je daar nog zitten? Vlak voor de deur. Nou, wandelen. Doe de deur open, komt Elwin weer naar binnen hoor. Ja, en Rijka zelfs ook weer. Ze willen niet echt buiten spelen. Nee, het moet binnen. Nou, en nou is het klaar, want het vrouwtje moet zo weg. En er wordt niet gespeeld wanneer ik weg ben. Nee, ik wil dat al in de gaten houden. Zullen we dan kunnen vloggen of nu? Ja. Ja, dat vind ik leuk. Ja. Yeah. Want als ik er niet ben, weet ik niet wat jullie doen. Dan kunnen we nu zijn boel wel vernielen. Dat mag weer niet. Nee. Dan moet vrouwtje weer boos worden. Ja. En dan willen jullie ook weer niet. Nee. En als je die grote daar in die mand ziet. Nee. Hé? Wat moet ik nou met jou dan?
Kleine boef. Nee, want ik heb daar nog een camera. En daar staat er een. En die wordt zo meteen aan mijn computer vastgekoppeld. En dan heb ik dus twee camera's dat ik ze in de gaten kan houden. Maar ik heb ook mijn app van Too Good To Go. Dus ja, ik neem die camera op mijn bureau. Die neem ik dit keer. Ja, dat is een beetje makkelijker. Dus ja, want ik moet dat hoedje eraf hebben. Sowieso. Want anders kan ik niet in mijn hoedje van mijn bestuur. Dan moet ik die ervoor hebben en die. Mooi, dat komt zo wel. Ik ga me zo weer klaarmaken en natuurlijk laat ik het straks jullie allemaal zien. Ik moet denk dat ook die afwas nog aan de kant hebben, maar dat niet de brug ik morgen ook doen. Ik had eigenlijk voor vanavond al wel eten, maar ik wil eerst weten wat ik in die to-go-tas heb. Zit daar iets bij dat ik kan eten vanavond, dan eet ik dat. En dan gaat er de vriezer in. Ja, want ik heb nou iets staan, dat leg niet in de vriezer, dat staat zo in de koelkast. Nou ja, in ieder geval lieve vrienden, tot straks. We zeggen tot dan. Zo lieve vrienden, ik ben weer thuis en het is koud. Echt, niet fijn hoor. Marianne is alweer terug onderweg om weer naar de helder te komen. Ik heb dus twee tassen. Eén tas haal ik eruit, is voor Marianne. Twee tassen in. Die gaat even daar staan. Blijf staan. En dan haal ik deze eruit voor mij. En dan doe ik deze weer even terug in deze. En waarom? Die tassen kunnen wel eens open gaan. En er zijn lieve hondjes aan deze. En die zijn niet prerig. Ja, dan laat ik dat liever zo. Ga je hem even weg dan? Nee, dat houdt hij niet. Ik zet hem op het aanrecht. Maar niemand erbij. Ja, een beetje minder licht. Want is dat niet de bedoeling? Ik heb allemaal te beginnen een placemats neergelegd, want ik wil geen beschadigingen op mijn tafel, geen vieze vlek op mijn tafel. Want ik heb deze eethoek ooit overgekocht, komt uit Dolvert vandaan bij mensen. Die hebben hem ooit denk ik wel nieuw gekocht, maar de fabrikant of weet ik van wie, die heeft verkeerde lak gebruikt. En als je daar iets warms op zet, krijg je ook kringen. Marsje erop, al is maar koud iets dat koud is, krijg je kringen. En ook die man heeft die tafel bewerkt, dat het weer goed kwam. Maar het smelt weg, die lak weer. Het is heel raar. Maar ja, oké. Gedaan zaken nemen geen keer. Ik ga die tas uitpakken, wat erin zit. Ja, Joost mag het weten. Nee, dat gaan we samen bekijken. Hè? Ja. Dus ik doe hem open en ik blijf naar jullie kijken. Ik voel een bak. Jullie weten het, ik nog niet. Ga kijken. Een salade. Wat voor een salade. Net kip. Maar dat is lekker. Ja. Dat is lekker. Maar wat het kost, daar geen prijs op. Joost mag het weten. Maar ik weet het niet. Er staat totaal geen prijs op. Een bak. Dat voelt eng aan. Oh, kijk. Kijk, er staat wel weer een prijs op. 4,39. Ik betaal
4,99 nu bij de FOMAR, omdat er wat meer in zit. Ga jij zo even weg met je neus? Weg, weg, nee. Je mag weg, moes. Dames, rustig. Dit is dus paardenbiefstuk. Jaren in mijn graf. Gaan we weer even koekeloeren. Klein pakje. Kippasta. En wat staat eronder? Dat kan ik niet lezen. Kip samba pasta. En inderdaad. Er staat ook weer geen prijs bij. Gaat goed. Nou ja, misschien dat jullie dat weten, dan moet je het eronder zetten, hè. Nou, krieltjes. Nou ja, dan weten jullie ook wel wat het ongeveer kost. Er staat ook geen prijs bij. Ja, ik heb nog maar één ding waar een prijs bij staat. Dat is een paardenbiefstuk. Weer een bakje. 3 voor 5 euro. En het is er maar één. En het is groen. En hoe dat heet, ik weet het niet. Nog nooit gehad. Zien jullie dat? Weten jullie het? Nooit van mijn leven gehad. Dat is een hele grote bak. Kanonnen. Wereldgerecht om lasagne te maken. Dan moet je er in ieder geval nog gehakt erbij hebben of zoiets dergelijks. Dus ik, nou ja, kijk zelf maar. Wat er allemaal in zit. Nou ja, dat komt wel goed. Gaan we zelf lasagne maken. Op een of andere gekke manier. Ik heb wel lasagne blaadjes. Een aantal. Nou ja, we merken het wel. Ik geloof dat het zo zwaar is. Dan heb ik nog een bakkie. Hummus. Afgeprijs van 1,99 naar 1,29. Ja, hier staat ook geen prijs in. Want dat staat altijd bovenop de borden. Ik meen dat het ook zo van 4 euro is. Zoiets. Zie je nog wat. En dit is hummus. Kikkererwtenpasta volgens authentieke recept. Normaal 1,99. Heb ik ook nog nooit gehad. En toen was die leeg. Nou, goed pakket dacht ik toch. Ik ben er weer blij mee. Ja. En als Marianne komt, nou ja, dan gaan we nog een keer kijken wat daarin zit. En het kan misschien hetzelfde wezen. Nou, dat voor 9,99 euro. Die doet je wat. Ja, twee tassen, dat is dan samen een 9,99. Nou ja, ik ben er blij mee. Wie zou dat niet zijn? Ik dacht, ja, direct nog nooit gehad. Direct nog nooit gehad. Direct nog nooit gehad. Wat het is, Joost mag het weten. Die heb ik een tijd terug gehad. Deze kan ik me niet herinneren of ik paardenbiefstuk heb gehad. Maar ik weet wel dat het heel lang moet sudderen, niet? Mag ik wel even nakijken op internet, want dan weet ik echt niet meer hoe dat, ja, bakken, maar dan moet het, dacht ik, nog ook gaar worden. Dan staat niet eens niet hoe je dat moet doen. Nee, normaal staat er hier op de achterkant. Ja, maar nee, dat hebben ze er niet op staan. Nou ja, dan ga ik dus dit opruimen en dat gaat even in de vriezer, want ik ga toch eerst hetgene opmaken wat niet in de vriezer kan. Dus, nou ja, dat kan ik morgen eten, want ik heb nou zin om vanavond warm te eten. Nou, dat zit er niet bij. En ik heb dus een kant-en-klare maaltijd, warm eten. Wat hebben we gehad van de week? Boerenkoolstamppot. Nou ja, daar heb ik echt even lekker zin in met die kou. Ja. Nou, dan ga ik dit keurig netjes opruimen. Komt goed.
Ja toch, dat kan wel in de vriezer. En dat gaat ook gewoon in de vriezer. Ja, en dat niet, dat kan ik dan morgen weer eten. Dan overmorgen heb ik nog eens een stokbrood, die doe je niet in de oven, maar in de magnetron, blijft het zacht. En het is net zo goed te eten. Dus, en dan doe ik hier al een lapje vlees bij, want er zit ook nog vlees in de koelkast leggen. Daar doe ik dit in de vriezer. Komt helemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet. Smakelijk eten, bon appetit en hele liefdevolle fijne avond. En voor na die avond, als Marianne nog komt, vlog ik nog een keer en daarna sluit ik af. Dus ja, ze zeggen tot dan. Nou lieve vrienden, we zijn er weer. En ja, ik had jullie al gezegd, Marianne komt, want ik heb van Marianne ook zo'n tas. Dus we draaien een lekker gezellig om naar Marianne toe. Want ik wil juist Marianne erop hebben. Haar gezicht, hoe zij het erop heeft. Nou, ik ben heel benieuwd wat er maar ik haal eerst deze tas uit mijn tas. En je mag zelf niet kijken wat erin zit. Maar je mag wel, nee, gewoon wel met je ogen open. Maar ga je zo en dan draai je gewoon je hoofd om en je pakt gewoon iets eruit. Ook al voelt het vies aan. En dat zet je neer, maar je laat het ook zien aan de kijkers. Zo? Zoiets? Ja. En de kijkers eerst laten zien. Kijk eens eerst. Nou, wat is dat? Ja, dat is het. Okay. Maar moet je kijken wat het kost. €4,52. En je betaalt €4,99 voor zo'n tas. Ja. Dus dan, nou, dan mag je nog wat pakken. Okay. Totdat die helemaal leeg is en je laat het eerst de kijkers zien. Spannend, ja dit is lekker. Jongens, geropt kip. Yeah. Salade. Met salade, echt super lekker. Ga jij daar eens even weg? Ik vind dat heerlijk, dat je genoeg aan hè, zo'n doos. Lukt het? Ja, dit is ook iets anders. Kijk, aardappel is ook lekker. Yummy, yummy. Zit er iedereen lekker te genieten, Karin? Ja hoor. Echt lekker. Oh, dit is ook super lekker. Dit is Mexicaanse props. Kijk. Nou, weet je, heb je haast hele week te eten, toch? Ja. Oh, jij hebt wat anders. Ik heb chili con carne. Nee. Wat heb ik? Dat is toch heerlijk? Ik heb... Dat wordt wel slullen, jongens. Met tomaten zit erbij. Ah, dat is ook lekker. Lasagne. Ah, heerlijk. Geweldig. Ja, maar lasagne, dat is al vier, zo'n pakket is al zo bijna €5. Ja, is het lekker. Is heerlijk hierbij. Hummus. Het is gewoon heerlijk. Wat is dat? Dat ken ik helemaal niet. Ik heb het wel zelf gemaakt. Dit is guacamole, dat maak je van, wat heet die groene dingen nou ook weer? Groene effen? Spinazie? Nee. Het is heel gezond, maar ik kan er niet op de naam komen. Ik heb er nog nooit van mijn leven gehad. Jawel, ik heb ze, ik haal ze altijd. Is geen mango, maar. Ik heb het er niet opkomen. sorry jongens. Hoe heet dat toch weer? Het is hartstikke lekker. Ja, want het is. Guacamole. Guacamole, hè? Guacamole. Jij krijgt geen Engels. Ik krijg geen Engels, nee. Maar dat kan je maken van een vrucht. Ik heb dat ook. Er staat er op 3 voor €5. Wacht even, even kijken. Ja, wat staat er op 3 bakjes voor €5? Even kijken wat er op staat. Oh ja, avocado is het. Avocado. Dus het, dus het smaakt een beetje boterachtig, maar het is echt heel gezond. Als je iedere dag een avocado neemt, dan word je 110. Oh, nou dan weten we dat ook. En wat doe je er dan mee? Nou, weet je, je moet de dingen... Ik maakte dat vroeger wel eens rode paprika. Moet ik daar even opzoeken. Ja, maar waar kan je het voor gebruiken? Ik bedoel, gewoon lekker op je broodje. Of op een stokbroodje. Okay. Je moet gewoon eens proberen. Het is echt... En dit, want dat heb ik ook. Dat is ja, hummus. Dat is kikkererwten. Ja, ik heb nog nooit geen kikkererwten gehad. Nou, dan wordt het toch tijd dat je dat een keer gaat eten. Nee, maar het lijkt een beetje op. Okay. Maar dit is echt heel gezond. Het is
iedere dag een avond. Nou, ik hoop dat je er blij mee bent. Ja, dit krijg je dit keer cadeau van mij. Ja, het is hartstikke lief van mij. Dus jij bent stuk. Ik heb het jaren niet gehad en ik weet ook niet hoe ik het klaar moet maken dan enkel mijn bakken. Ik weet niet hoe lang je het schudt. Ik kan het vragen aan mijn zoon als hij het lust. Ik lust echt geen geef het aan iemand die het harder nodig hebt dan ik. Want ik lust geen rauw vlees. Wat? Ik lust geen rauw vlees. Je moet het ook bakken! Ja, lieve schat, maar ik kan niet zo van biefstuk. Ik geef het aan mijn zoon, die vindt het best lekker. Nou ja, over weet ik veel aan wie. Komt helemaal goed. Gooi het wel eerst in je vriezer, want dan blijft het goed. Ja. Dit is echt super lekker. Nou, hij zegt, lieve schat, dankjewel. Graag gedaan, lieve. En een andere keer krijg je van mij zo'n tas, hè? Nee. Ja. Oh, dat is niet nodig. Ja, maar het is dan heel leuk. Nou, knuffel. Want dat kan gewoon. Ja. Lieve vrienden, je kan elkaar gewoon knuffelen, want er is niks aan de hand wat dat aangaat. Doe dat met een normale griep, dus met dit ook. Enkel, ik kreeg een schok door mijn pink heen van jouw kleding. Oh, dat zou kunnen, weet ik niet. Staat iets klaar. Maar luidjes, dit is hartstikke leuk, zo'n tas. Ja. En je weet dan even niet wat je van tevoren gaat eten, toch? Het is toch hartstikke leuk? Daarom, en als je niet weet wat je eigenlijk vanavond gaat eten en je kan zo'n tas kopen. Ja. Nou, dan is het gewoon een kwestie van, je haalt zo'n tas en je gelijk eten voor vanavond. Ja, precies. Ik neem het wel warm eten, want ik heb zin in warm eten. Ik neem stamppot boerenkool. Ook lekker. Ja, met een wasje. Nou, echt super. Ik vind het helemaal geweldig. Ik wist niet dat dat bestond. Ja, nou, dat bestaat al. Hoe lang bestaat dat, Karin, dat te goed te komen? Mama, ik ben even niet. Even nog. Oké. Ja, tegen mijn taas. Even nog. Oh, ja, dat kan ik niet ruiken, helaas. Nee. Zo. Nee, het is gewoon ook leuk voor... Voor mensen die niet zoveel geld hebben, hebben we toch een keer een lekkere hap. Daarom, en voorheen was de FOMA dan een aardig en goedkoper dan het nu is. Nou, het scheelt maar een euro. Voorheen was het 3,99 en bij de Deka 4,99. Okay. Maar bij de Deka kreeg je een ander soort tas, een papieren tas. Met het merk erop, het embleem erop van de app. Ja. Erop afgebeeld en dat haalde je dan op, maar dat zat aan de hartstikke vol. Ja, oké. En met de voormaak krijg je zo'n tas. Of gelijk een plastic tasje erbij. Kun je weer voor wat anders gebruiken. Ja, ik vind het echt helemaal geweldig. En daar zat eerst veel minder in dan er nu in zit. Maar ja, je betaalt er ook voor. Ja. Maar ik vind dat je haalt het te dikke dwars eruit. Ja, makkelijk. Want die doos al, dat pakket, dat is al een dikke 5 euro, naar mijn idee. Ja, dat is volgens mij 4 euro. Ja, 4 nog wat, dus bijna 5 euro. Maar ik haal ook wel eens van doos, ik vind het heerlijk. Ja. Het is echt, ik vind het hartstikke leuk. Het is toch leuk zo'n verrassend pakket? Ja, en ik doe het altijd zo niet kijken. Eerst hup, dan gaat het. En dan laat ik het eerst aan hun zo zien. Van, ja, jullie zien het al, dus wat is dat? En dan kijk ik pas 11. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Maar dus, nou, het is je van harte gegund. Nou, ik laat het je weten. Kijk, ze wel nog altijd. Ja, ja, dat zou ik fijn vinden. En probeer desnoods op te filmen. Je weet hoe je de mobiel moet houden. Ja. Ja, dat kan ik ook doen. Ja, filmen. Ja, en stuur ik het naar je. Ja. Desnoods zet je het ook op je. Mooi weten. Nou, dat laat ik aan jou over, schat. Dat laat ik aan jou over. Maar we hebben het nou al gedaan, maar je kan het wel bij wijze van spreken voor je familie doen. Zo veel. Welke familie? Waar je nog mee omgaat. Ja, of je vriendenkring buiten mij om. Nou, dan film je het en dan stuur je daar naartoe op. Kijk! Ja. Kijk, dit ben ik. Dat is een tas van Too Good To Go. Ja, ik vind het echt geweldig. Dan gooi je geen boodschappen weg. Nee, precies. Nee. Er zijn altijd mensen die daarvan kunnen genieten. Dat zeker weten. Nou, lieve vrienden. Ik zou zeggen, smakelijk eten, bon appetit en prutjes. Een fijne avond. En een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Ja. Namens Marianne en mij en de Beestenbol.
En na mascara natuurlijk en rode rekenkaar die drukt nageltjes op knippen. Nee, niet meer. Ik ben klaar. Oh, ze is klaar, zegt ze. Oké. Dus ik zou zeggen, een hele fijne liefdevolle avond namens ons allemaal. Vanavond later natuurlijk welterusten, slaapbekken met mooie dromen. En morgen gezond weer uit de bed zien te komen. En graag tot dan, anders dan vannacht. Ik zeg tot dan. Doei! En dan tweede keer?